We zijn hier in België altijd krakken geweest en nu gaan we het eens het mooie voorbeeld geven. Normaal gezien bij deze omstandigheden, ik ken nergens op de wereld een plaats waar er 's middags of 's avonds gevlogen wordt. Afgelopen zomer was hij er nog bij in Deinze. Michel de Meijer was al ziek, maar liet zijn passie niet varen. Meer dan 20 jaar lang was hij de meteoman van de jaarlijkse balloonmeetings. We hebben meer dan 20 jaar samengewerkt op verschillende locaties. In Eeklo, nu in Deinze, maar ook in Overmeire-Donk, Molenbeek. Daar heeft hij voor ons het weer voorspeld. Het zou wel eens kunnen zijn dat we, als we vertrekken, dat we heel laat moeten vertrekken. Want op dit ogenblik zit er nog ruim te veel wind. Te veel wind voor een veilige vaart ook natuurlijk. Voor Michel was een cruciale rol weggelegd op de jaarlijkse ballonfeesten. Hij was samen met het weer zowat de bepalende factor in de beslissing of de ballonnen vlogen of niet. Ik herinner me nog een ballonmeeting, dat was in Eeklo, waar dat hij op een bepaald moment zei van kijk jongens, hou er rekening mee, er komt een enorm onweer af. Maar als dat gepasseerd is, dan kunnen we perfect ballon varen. We hebben toen het publiek gewaarschuwd van kijk, ga binnen in de sporthal, ga binnen in de evenementenzaal. Ga even daar binnen, want het gaat werkelijk water gieten, onweren. Het duurt ongeveer een kwartiertje en nadien hebben we terug perfecte zonneschijn en gaan de ballonnen opstijgen. Dus op die moment heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld voor de meeting toen in Eeklo. Ja. Ook onze zender heeft in de beginjaren van 2000 vaak een beroep gedaan op Michel de Meijer. Voor een heldere uitleg bij speciale weerfenomenen moest je bij hem zijn. Dus het blijft een zeer natte en veel te zachte periode, want de temperaturen zijn ongeveer het dubbele. We hebben nu temperaturen rond 10 graden normaal, maar gaat dat maar 5 of 6. Hè. Nachttemperaturen 6, 7 graden en normaal moet dat zijn rond het vriespunt. Ja. Zeer zacht, maar, zeer nat. Niet zo plezierig om naar uit te kijken. Hè? Bedankt, Michel. Goh, ik zal hem herinneren als een ballonvriend. Iemand waar ik altijd beroep mocht op doen, ook voor privévaarten, kon ik hem altijd bellen en vragen, Michel, wat denkt u van het weer? Iemand die zeer toegankelijk was en ook een zeer aangenaam vriend in feite, ja.